En je hoort op de achtergrond hoor je de gitaar van Annette Vogel. Annette Vogel die is hier vanmiddag samen met Jeannette Vink is ze hier te gast. Annette, ja. Hoor. Dankjewel voor het intro. We gaan eens wat vragen stellen aan jou over je muzikale leven, wat je al heel lang leidt. Ik begreep dat jij als 15-jarige tiener een gitaar kocht en ja, dat je zo begon eigenlijk met je liefde voor muziek. Daarna heb je ook een hele tijd, las ik al na de middelbare school, door Europa gereisd. Mm-hmm. En ja, wat voor invloeden heb jij eigenlijk? Wat voor muziekstijlen vind jij eigenlijk mooi? Of door welke muziekstijlen werd jij beïnvloed in je jeugd? Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Ik was inderdaad 15 jaar en ik kreeg een gitaar aangeboden van een klasgenootje. Die heb ik toen gekocht en ik heb hem eigenlijk gekocht omdat ik, toen ik nog wat jonger was, zag ik regelmatig mensen op straat spelen. En dat vond ik heel stoer, dat vond ik heel leuk. En toen heb ik als jong meisje besloten, dat wil ik later ook, hoe dan ook, dat wil ik graag. En toen ik die gitaar gekocht had, toen had ik ook een boekje met de akkoorden erin. En toen heb ik in 3 weken een paar akkoorden mezelf aangeleerd. En toen ben ik meteen onder het Rijksmuseum gaan staan met mijn gitaar. En heb ik House of New Orleans gezongen. En ik verdiende ook meteen wat speculaties van een groep Japanners die toen langskwam. En dat vond ik zo wel tof dat ik dacht van nou, hier ga ik mee verder. En ik had in mijn hoofd van ik wil graag gaan rondreizen met een gitaar dan en een rugzak. En eigenlijk heb ik in die tijd zelf niet heel veel muziek geluisterd. Het gebeurde eigenlijk meer dat mensen of vrienden van mij zeiden van hey, wil je dat meespelen? En dan hoorde ik het 1 keer een liedje en dan probeerde ik het zelf. Met als gevolg dat ik in die tijd vooral liedjes van Simon & Garfunkel speelde. Maar eigenlijk dat mensen het bijna niet herkenden. Want na 1 keer horen maakte ik er een heel eigen werk van. En toen ik eenmaal ging rondreizen door Europa, ja, ben ik wel beïnvloed door mensen die ik tegenkwam. Die zeiden van, goh, je moet dat liedje spelen. Joan Baez had ik zelf toen nog nooit van gehoord, maar die heeft heel veel liedjes gezongen die ik ook op straat heb gezongen. Creedence Clearwater Revival, dat is trouwens wel een band die wij thuis draaiden. Mijn moeder was daar helemaal gek van. En dat is muziek die ik dus veel hoorde. En dat heeft ook zeker mijn muziek beïnvloed, al zou je dat niet in de eerste instantie zeggen. Nee, want Creedence Clearwater Revival, zoals ik me herinner, is een band die wat steviger rockmuziek maakt, hè? Ja, ja, okay. Dat zeker, dat doe ik niet, maar ik gebruik wel bepaalde akkoordenprogressies daarvan. Niet in de liedjes die ik vandaag speel trouwens, maar er zijn een paar liedjes die ik gewoon gejat heb van hem. Oké, okay. Nou ja, daar hoef je niet voor te schamen, want dat gebeurt al sinds eeuwen. Ik bedoel, Vivaldi die stal ook van zijn mede-componisten. En je hebt op een gegeven moment na de middelbare school, heb jij toen besloten om erop uit te trekken, begreep ik? Ja, ik ben gaan liften. Dat vond ik toen best goed. Ja, tegenwoordig niet meer. Hè? Ik hoorde trouwens van de week dat het in Ierland ook nog heel goed mogelijk is om te liften. Maar goed, hier in Nederland is het niet helemaal gangbaar meer. Maar ik ben gaan rondtrekken en ik ben alleen vertrokken toen. En dat vond ik heel spannend. Ik heb toen in de metro gestaan in Parijs. En daar heb ik toen een paar liedjes gespeeld. En toen ontmoette ik iemand en die nam me mee naar... meteen mee naar Midden-Frankrijk en die zei van, weet je wat je moet doen, je moet voor kerken gaan staan, vooral op zondag, want als de mensen in de kerk gaan geven ze wat en als ze uit de kerk komen geven ze ook wat en dat was een hele goede tip, dus zo heb ik het ook nog gedaan, niet alleen op straat, ja. Maar ook voor kerken, heel gezellig. Maar wat speelde je dan, Franstalige liedjes? Nee, ik speelde wel Engelstalig, nou, Dairy. Of New Orleans, weet ik veel wat ik speelde. Oké. Oké. Annette, een eerste liedje. Ja. Wat noem de titel even en vertel in kort waar het ongeveer over gaat. On the Raft at High Tide. Het gaat over hoe je leven er ook uitziet, wat je ook meemaakt. Op een vlot bij vloed. Het is toch vaak... heel verstandig om mee te gaan met de flow, go with the flow. Daar maak je het jezelf volgens mij meestal makkelijker mee dan zoals ik
vroeger veel gedaan heb, heel koppig weerstand bieden, verzet plegen. Daar gaat het liedje over. On the Raft. Oké. En hij draait. Someone is calling and I try to hear. Thuis, dat waren de klanken van Annette Vogel. En naast haar dan hoorde je op de viool Janet Vink. En kun je vertellen hoe jullie elkaar hebben ontmoet eigenlijk, Annette? Hoe heb jij Janet Vink ontmoet? Wij woonden in Groningen. Ik studeerde in Groningen. En in Groningen heb je een hele levendige muziekscene. En Janet die was een van de weinige violisten in die tijd, die met popmuziek meespeelde, met popbandjes. En, maar volgens mij heb ik trouwens Janet ontmoet door jouw zus, want die gaf ik zangles. Nou, dat mag eigenlijk bijna niemand weten, het is heel lang geleden, maar ik heb inderdaad ooit zangles gegeven. En Janet en ik hebben elkaar toen ontmoet en toen hebben wij in die tijd heel veel samengespeeld. In cafeetjes en nou ja, overal en nergens in Groningen. En op een gegeven moment zijn we elkaar uit het oog verloren, doordat wij ja, de stad uitgingen, onze gezinnen gingen stichten en
Jeannette vertrok naar Engeland en ik naar Amsterdam. En toen dacht ik van ja, dat met Jeannette was wel heel mooi met die violen. Dus ik ging weer naar haar op zoek en ik kon haar nergens vinden, niet te traceren, ook niet op internet. En toen kreeg ik een tip van iemand van, weet je wat je moet doen? Je moet een advertentie zetten op het Folk Forum. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar dat is een heel leuk forum over folk dus. En toen op een gegeven moment zat ik in de auto en toen werd ik gebeld. Of ik kreeg een sms'je van Jeannette van, hey, ik heb jouw advertentie gezien op het forum en ik woon in de buurt en zullen we weer samen wat gaan proberen? En dat was 16 jaar later. Oké, 16 jaar verschil. Ja, en we hadden dus vrij lang geen muziek gemaakt, sowieso ook niet. En dat geldt ook voor Jeannette, die heeft ook een muzikale stop gehad. Nou, in Nederland. Eerst een microfoon, Jeannette. Nou, ik heb wel in Groot-Brittannië mij op de folk zeg maar, gestort. Ja. Dus ik heb veel leren fiddelen en dat soort dingen. Maar ja, toen terug in Nederland, toen zocht ik dus mensen om mee te gaan spelen. Dus vandaar dat ik op Folkforum keek. Oké, dat is leuk. Ja. Oké. We gaan even terug toch, want ik las dat je eigenlijk saxofoon en schoolmuziek hebt gestudeerd aan het conservatorium in Groningen. En dat is toch heel wat anders dan de akoestische gitaar. Ik heb daar een heel vreemde carrière gemaakt. Ik heb toelating gedaan op klassiek zang en bijvak gitaar. En dat bijvak gitaar, dat was wel heel leuk, want ik had eigenlijk dus nooit gitaarles gehad. 3 lessen vlak van tevoren voor die auditie. En ik heb toen een hele fijne gitaarleraar gekregen op het conservatorium in Groningen. Maar het klassieke zang ging dus diep voor geen meter, dat was afschuwelijk. Dat ging niet goed. En toen heb ik een saxofoon gekocht van iemand en daar ben ik toen heel hard op gaan blazen. En een leraar van het conservatorium die hoorde mij daar een keer op spelen. En die zei tegen mij van, weet je wat jij moet doen? Jij moet stoppen met klassiek zang. Je moet gewoon auditie gaan doen voor saxofoon. Want daar heb je wel mee. Dat heb ik gedaan en toen ben ik daarvoor toegelaten. Oké. Dat is heel vreemd verhaal, maar ja, ja. Zo is het kan toch? Dat kan toch? En saxofoon spelen, dat is toch wel een bepaalde blaastechniek als ik het goed heb. Gewoon heel hard blazen zeg ik. Gewoon heel hard blazen. Ja. Nou, ik heb nooit dat gevoel, denk ik. Ja, ik weet het niet, maar ik heb wel eens geprobeerd om op een dwarsfluit wat te doen, maar dat ging helemaal niet goed. Nee, dat kan ook niet. Dus vandaar dat ik mijn vraag vond, dat heeft toch wel een klein beetje met de manier waarop je blazen op een, te maken. Oké, maar jij zegt gewoon hard blazen. Okay. Ik ga het onthouden als ik ooit een saxofoon. Okay. Ja. En wat voor favorieten had je dan met saxofoon? Want ja, dan deed ik aan jazz of... Nou, ik begon met Coltrane en dat kwam eigenlijk door mijn saxofoon... workshop iemand, ik weet niet hoe die heet, maar dat was een jongen die gaf workshops en die speelde zelf tenorsaxofoon en die was gek van Coltrane en dat heeft hij mij toen allemaal laten horen. En het leuke van Coltrane is, dacht ik toen, nog, dus het zit allemaal heel mooi in elkaar hoor, dat je daar krijg je zoveel vrijheid om te improviseren en dat vond ik juist zo leuk, gewoon maar doen wat je gevoel je ingaf en blazen op dat ding. En ja, later heb ik natuurlijk al geleerd hoe die muziek in elkaar zit. Ja. Maar dat is wel altijd wel mijn grote favoriet. Oké, en als je dan saxofoon speelt, word je dan aangetrokken tot bijvoorbeeld een soort van ballades met hele lange noten? En, nee, of jazz. Het is gewoon jazz. Ja. Oké. En jouw favoriete muzikale voorkeur als het om saxofoon gaat, weerspiegelt zich dat ook bijvoorbeeld in jouw liedjes die je op akoestische gitaar maakt of totaal niet? Nee, want ik vind dat ik kan niet zo goed. Nou, dat mag het heel raar van mezelf om te zeggen, maar ik ben niet. Kijk, op die saxofoon speelde ik vrij makkelijk en dan kon ik ook heel vrij spelen. En daarom. En met gitaar vind ik dat wat lastiger. Ja, eerlijk gezegd snap ik nog steeds geen bal van een gitaar. Ik snap gewoon niet de volgorde van die noten. Ik doe maar wat op gitaar. En mijn saxofoon ligt alles mooi op een rijtje, ja. Van boven naar beneden, van beneden naar boven, maar op de gitaar is het allemaal heel anders. En als ik de gitaar beter zou snappen, zou ik denk ik ook meer muziek schrijven in die richting van de vrije jazz. Ja, dat denk ik echt. Ik heb al een paar liedjes geschreven wat erop lijkt, denk ik. Maar goed, okay. Ik heb gewoon de skills daarvoor.
Dat klonk toch een klein beetje als jazz hier. Als je aan het saxofoon denkt, dan denk je mensen hier in Nederland, als het gaat om popmuziek of populaire muziek, aan Candy Dulven. Als het om jazz gaat, om Hans Dulven. En was dat ongeveer jouw stijl? Nee, dat was niet mijn stijl. Candy vind ik trouwens wel een hele goede saxonist en ik vind Hans Dulver een bijzonder leuke man. Ik hoorde gisteren een interview met hem, toevallig. Ik zat in de auto en ik vind het altijd leuk om naar zijn verhalen te luisteren. Maar met jazz was het meer de free jazz. Sonny Rollins vond ik ook erg leuk. Ja, ik weet niet, ik kan wel wat namen horen, maar het is lang geleden dat ik daarmee bezig heb gehouden. Nou, het is ook niet zo belangrijk. Het is meer de songwriterwereld waar ik nu in zit. Ja, dat gaan we straks eventjes wat vragen over stellen. Waar ik ook benieuwd naar ben, dat is, jij hebt toen op een gegeven moment na je middelbare school eigenlijk gekozen voor om te reizen, zoals je zegt, hè, door Europa. Frankrijk noemde je dat straks al. En wanneer ben je dan eigenlijk begonnen met het conservatorium? Op mijn cv... staat van alles. Ja. Ik heb eerst PABO gedaan. Ik ben eigenlijk van beroep groepsleerkracht. Nog steeds doe ik dat in Amsterdam. Werk ik als bovenbouwleerkracht. En ik wist eigenlijk al wel heel snel dat ik eigenlijk het liefst naar het conservatorium wilde, maar dat kon toen nog niet. Ik was niet ver genoeg. En dus heb ik eerst PABO gedaan en van alles andere dingetjes gedaan. In de horeca gewerkt, verder rond gaan trekken. En daarna ben ik eigenlijk gaan werken aan een auditie om toegelaten te worden. Dat was de eerste keer lukte dat niet. En toen ben ik het een jaar later nog een keer gaan proberen en toen ben ik uiteindelijk wel naar het conservatorium gegaan. En toen werkte je eigenlijk al als groepsleraar? Groepsleerkracht? Ja, toen heb ik inderdaad wel tussendoor eerst, ik was natuurlijk al afgestudeerd toen en heb ik wel gewerkt tussendoor. Oké. Okay. Als groepsleerkracht, ja. Ik ga je vragen om een tweede liedje te spelen. Leg het eens uit. In ieder geval noem de titel en ik kort als het kan waar het over gaat. Het heet By My Side en het is eigenlijk, ik heb het geschreven naar aanleiding van een televisieprogramma wat ik zag over een moeder die haar dochter van 15 heel plotseling verloren was aan een overdosis ecstasy. En dat vond ik, hoe die moeder daarover vertelde, dat vond ik heel, heel mooi om te zien. Ja, de schoonheid van het lijden, zeggen ze wel eens. Ik heb daar een beetje over geschreven, By My Side.
found your way. I see the way. Why don't you stay? We'll meet again somehow, somewhere. Our love is sure the way. I'll be there and you are here by my side. You are here. Luisteraars thuis, we zijn hier bij Music Magic. Dat is het programma tussen 1 uur 's middags en 4 uur 's middags op de zaterdagmiddag bij Almere. Want ja, dit is Omroep Almere. En we hebben hier live in de studio Annette Vogel. En die schrijft zelf haar eigen liedjes. Annette Vogel die wordt hier begeleid door violiste Janet Vink. En ze hebben al 2 liedjes gespeeld, waaronder het laatste liedje. Dat ging dan over een meisje dat verslaafd was, Annette. En, die... Nee, ze was niet verslaafd. Dat was juist de grote schok eigenlijk. Ze ging naar een feest. Ja? En daar werd dat uitgedeeld. Daar werd dat gegeven, die ecstasy. En zij was gewoon een puber. En ze was een slachtoffer. Ging naar een feestje en ze was eigenlijk een slachtoffer van verkeerde middelen, laat maar zeggen. Ja. Oké. Het is eigenlijk jammer als er zulke dingen gebeuren, want de meeste pubers die zijn soms ook wel vatbaar voor het experimenteren en dan gaat het soms wel mis. Of was dat niet het geval in dit? Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet of je zelf ooit was geweest naar zoiets, maar dan zie je. Ja, dat ken ik. Ja. Veel jonge mensen met een experiment. Ja, niet alleen maar jonge mensen hoor, een hele hoop volwassenen. Het gaat een beetje om de type muziek, denk ik. En dan hebben ze op een of andere manier daar ecstasy-tabletten nodig om te blijven. Ik zou maar zeggen, huppen en springen. Oké, maar dat is niet de muziek waar jij eigenlijk voor gaat of bent gegaan. Want jij schrijft hele melodieuze liedjes. En wat ik vaak vraag aan mensen die hier komen is: hoe kom jij ertoe om een liedje te schrijven? Of in ieder geval. Is dat bij jou eerst de melodie of is dat een tekst? Moet je echt een onderwerp hebben, zoals in dit laatste liedje, dat je geraakt wordt door iets wat er gebeurt? Ja, ik moet wel een onderwerp hebben. Deze vraag wordt inderdaad vaker gesteld, dus ik let er ook heel erg op van, hoe gaat het eigenlijk? Het gaat een beetje tegelijkertijd bij mij. Ik heb een zinnetje bedacht en dan zet ik meteen op muziek ook. En daar ben ik dan mee aan het spelen. En dat, duurt even. Oké. En als je bijvoorbeeld samenwerkt in dit geval met Janet Vink, laat je haar dan de vrijheid om er zelf wat om iets aanvullends bij te doen? Of ga jij echt specifiek de muziek schrijven van ik wil dat je dit speelt? Nou, in de eerste instantie schrijf ik de muziek uit. Ja. Daarna gaan we eigenlijk samen kijken of het klinkt. Ja. En dat klinkt bijna nooit mee. Dit is altijd even de boel nagaan en dan heeft Janette daar hele duidelijke visies op, moet ik zeggen. Yeah. Ze vindt iets mooi of ze vindt iets helemaal niet mooi en dan gaan we daar aan werken. En dan gaan we eigenlijk net zo lang kijken tot we allebei tevreden zijn met de violenlijnen. Oké. Ja. Heb je ook nog het plan om bijvoorbeeld een uitgebreide band? Ik zag bijvoorbeeld op YouTube dat je ook een bassist bij je had. Ja, want wij, dat is wel, vind ik wel belangrijk om te zeggen, wij... heette apart inderdaad Annette Vogel en Janet Vink. Maar wij hebben een trio en wij noemen ons Vink en Vogel. Ja. En Mario Kaspers die speelt dan op bas, we zijn met z'n drieën.
Soms hebben we daar een gastmuzikant bij, Martijn van Spanker, op gitaar. Maar wij hebben een cd-presentatie. We hebben net onze eerste cd uit, een live cd. Ja. En die presenteren wij in Leiden op 28 juni in Café De Trechter om 16:00 PM. En dat gaat echt een hele leuke middag worden, want er komen heel veel mensen en wij maken gewoon hele leuke, met z'n drieën, hele leuke muziek. Oké, okay. Dat is in Café De Trechter in Leiden. Ja, en hoe kom je op Leiden? Want je woont zelf in Amsterdam. Ja, ik woon in Amsterdam, maar jij net woont in Leiden. Oké. Okay. En we dachten, ja, dus dat is leuk om zoiets juist niet in Amsterdam te doen, maar in Leiden. In Leiden, ja. Dat is echt een studentenstad ook. Ja. Oké. Okay. En dat is op 28 juni, eind van de maand? Juni, ja. Juni, oké. Okay. En zeg nog eens de tijd. Om 16:00 PM, Café De Trechter. In Leiden. Café De Trechter om 16:00 PM, 1600 uur op 28 juni. Als jullie luisteraars aanwezig zijn die in Leiden wonen of dat er andere mensen zijn in Amsterdam die fan zijn van Annette Vogel of na deze middag fan zijn geworden van Annette Vogel, dan kunnen jullie naar Café De Trechter gaan op 28 juni en dat is haar cd-presentatie. Nou, als je cd er is, laat even weten, dan geven we zeker de Airplay aan. Ja. Dus ik ben toch benieuwd als jij op school werkzaam bent. Dat ben je nog steeds? Ja. Ja, oké. Doe jij dan ook veel muzikaals met de leerlingen? De bovenbouw, dat is groep 7 en 8, dacht ik. Hè? Ja, groep 7 en 8. Nee, eigenlijk bijna niet. Het is echt heel erg voor mij. En de kinderen vinden het ook helemaal niet leuk dat ik er zo weinig okay. aan heb. Ik begin er wel altijd mee in het begin van het schooljaar. En dan ben ik heel enthousiast. En dan denk ik, ja, we gaan leuke liedjes doen. Maar... ja, het is zo'n vol programma en waar je dan toch het eerste gaat skippen, dat is dan toch de muziek waar geen syntoze voor is. Ik zeg wel vaak tegen de kinderen overigens, in groep 7 moeten ze een entreetoets maken en in groep 8 een cito. Dan zeg ik altijd tegen de kinderen, als jullie nou groot zijn en jullie krijgen zelf kinderen, ga dan eens ervoor zorgen dat er ook cito's gemaakt worden voor muziek en handvaardigheid. Die vakken en drama bijvoorbeeld. Ja, ja. Want waarom alleen maar voor taal en stomme spelling met stamplus, weet ik veel, DT, dat soort onzin. Ja, ja. Ik denk bij mezelf, want er is toch genoeg onderzoek geweest inmiddels om te weten dat muziek je slimmer maakt. Het is goed voor je algemene welzijn. Ik begrijp nog steeds niet waarom daar zo bezuinigd wordt, eerlijk gezegd. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad zo. Alleen maar, ik las 2 of 3 weken geleden, ik was op het nieuws een mededeling dat er in ieder geval miljoenen gaan naar het stimuleren van muzikaal onderwijs, met name op basisscholen. Ja, maar dat mogen ze lekker doen, maar dan heb je alsnog de CITO's. Ja. Die vragen hele andere dingen en dan heb je ouders die dan inderdaad in de onderbouw en middenbouw leuk muziek willen voor hun kinderen. Want het is zo leuk voor ze, maar zodra ze in groep 7 komen, moeten ze scoren. Okay. En dat is iedere keer weer die prestatie. En is het misschien dan niet dat er vanuit de gezamenlijke onderwijswereld dan een signaal uitgaat naar de politiek om dat te veranderen? Die signalen die worden altijd al gegeven. Maar De politiek luistert niet. Nee. Nee, dat is bekend. Ja, daar weet ik ook wel wat over te vertellen, maar dat ga ik nou niet doen, want dan ben ik vanavond nog bezig. En ik ga je vragen om nog een liedje te spelen. Daar zijn we hier voor, om eigenlijk jouw muziek ook te horen, te promoten. En vertel eens in het kort waar het over gaat en noem in ieder geval de titel. Ja, dat is Irish Girl in Paris. Dat is, gaat over een Iers meisje. Ik heb een keer gezongen op Montmartre in Parijs. En daar zong ik folkmuziek en toen kwam er op een gegeven moment een meisje naar me toe, drukpratend van wat leuk dat ik jou hier hoor en bla bla bla. En, maar dat meisje ging er dus vanuit dat ik uit Ierland kwam, ze was zelf Iers. En ik vond dat een heel groot compliment. Ik moest haar dus wel teleurstellen dat ik niet uit Ierland kwam, maar uit Nederland. En we zijn een tijdje met elkaar opgetrokken en ik heb een liedje over haar geschreven, Irish Girl in Paris. To see the world.
Van Annette Vogel, begeleid door Jeannette Vink aan haar zijde op de viool. En Annette speelt zelf akoestische gitaar, zoals je gehoord hebt. En Annette, nog even over je cd. Hoe heet hij? Hoeveel nummers staan erop? Hij heet Live at Lakeside. Hij is ook live opgenomen in Hoorn bij de Lakeside Stories. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een stichting die ook events aanmaakt voor songwriters. Nee, niet echt. Dat is ook heel leuk voor jou rond aan zo'n paar keer naartoe te gaan. Oké. Lakeside Stories heet het. En daar hebben wij een keer gespeeld en dat is toen opgenomen en wij vonden die opname erg goed. Dus wij wilden al heel erg lang een cd maken. We zijn overigens ook bezig met een album. Maar deze vonden wij zo leuk, daar hebben we een cd van gemaakt en die gaan we dus uitgeven. Blijf at Lakeside. En wat vroeg je nou nog meer? Hoeveel nummers erop staan? Wat zeg je dan? Hoeveel? Zeven. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Ja, ik vraag niet om ze allemaal op te noemen. Twee liedjes. Oké. Okay. Ja. Maar bij de cd-presentatie zingen we de eerste set natuurlijk de liedjes van de cd en dan nog één extra. En daarna nemen we even een pauze en dan gaan we helemaal los met de volgende set. Met allemaal liedjes die we dan op ons volgende album gaan zetten. Okay. Dus het is echt wel een leuke middag. Oké. Okay. 4 uur op 28 juni. Juni, ja. Juni, oké. Okay. Ja. In Leiden in Café De Trechter. Café De Trechter. En ja, we gaan toch eens praten over jouw andere activiteiten, wat de muziek betreft, want daar ken ik jou ook van. En dat zijn de avonden, de singer-songwriters of de songwritersavonden die jij organiseert in Amsterdam-Noord. En dat... Dat doe je onder de naam, de titel Swan. Ja. Kun je dat even voor de luisteraars even uitleggen wat Swan betekent en wat de bedoeling is van Swan? Nou, Swan betekent zwaan. Ja, maar het is een afkorting, hè? Ja, het is een afkorting. Ja. De singer-songwriters Amsterdam-Noord. Ja, dat is de afkorting, ja. Juist, ja. Ik vind het ongelooflijk goed bedacht, goed idee. Ik heb het 's nachts bedacht. Ik dacht van... Ik ging toen naar het Amsterdam Songwriter Guild in Amsterdam Centrum. En ik vond het heel eng op een gegeven moment om door Noord te fietsen in mijn eentje terug. En toen dacht ik, waarom is er niks in Noord? Ja. En toen dacht ik, ik moet een podium vinden en ik moet een goede naam vinden. Ja. En Swan Songwriters Amsterdam Noord is de eerste vrijdag van de maand in de Noorder Parkkamer. Ook een ongelooflijk mooie locatie. Midden in het park? Midden in het park. Gisteravond ook heerlijk mooi onweer. En dan een prachtig park. Daarna weer een blue sky. En daar kun je dus voor opgeven. We hebben een site, Songwriters Amsterdam Noord. Als je daar googelt, dan kom je wel op de site terecht. En dan kun je mij een mailtje sturen. En dan kom je lekker langs. En dan De mail staat erop. Ik zal het nog even noemen. vogelannet@yahoo.com, klopt dat? Ja. Oké, vogelannette met dubbel N dubbel T at yahoo.com. En daar kan je ook wat vragen stellen over de singer-songwriteravonden of de songwriteravonden in Amsterdam-Noord. Trouwens, in Amsterdam zijn er drie, hè? Het Songwriters Guild, de Songwriters Circle en Swan, van jou. Ja, maar er zijn wat al meer mensen hoor, die podia doen, maar dat weet ik even niet
uit mijn hoofd, maar op Facebook kom ik regelmatig fans tegen. Oké, en je organiseert daarnaast ook het Schiermonnikoog-festival op Schiermonnikoog. En dat is wel heel apart, hè? Ja, het is een heel erg leuk festival. Ja. Vorig jaar heb ik dat voor het eerst gedaan. Dat komt eigenlijk omdat ik mijn moeder is op Schiermonnikoog geboren en getogen. Dus ik kom er zelf al vanaf babytje op Schiermonnikoog. En het leek me leuk om daar gewoon iets te doen met gitaar met een aantal songwriters. En vorig jaar zaten we in een bus, een stadsbus, midden op het strand. Twee avonden. En dit jaar gaan we in het paviljoen, paal 3 op het strand. Een hele mooie locatie. En ook in de kantine van een hele mooie natuurcamping. Twee avonden. Gaan we daar met een groep songwriters spelen. Maar als er die avond mensen zijn die ook iets willen doen, dan is het ook een soort van open mic. Dan kan je gewoon achter de microfoon met je gitaar. Oké, hoe kom je op... je speelt daar zonder versterking? Ja. Het is echt puur akoestisch? Op het strand is het echt puur akoestisch, ja. Dat zal wel moeten, er is geen stroom. Nee. In de kantine moet ik nog even kijken. Nee, ja, je hebt van die kleine versterkertjes van Roland. Ja, die moet ik hebben. Heb jij een eentje voor mij toevallig? Die heette de Street Cube, heette die. Ja. Ja, die gaan op batterijen, maar er zijn ook wel andere modellen. Je kan naar Key Music gaan. En Key Music, dat is een muziekwinkel in Utrecht, Rotterdam en toch in Apeldoorn of Amersfoort, een van de twee. Maar die zitten over verschillende plaatsen in Nederland, in Den Haag ook. En daar verkopen ze een heleboel van die dingen. Of Van Dijk Muziek op de Rozengracht, die heeft ze ook. Ja, de Amsterdam zijn, want ik heb alleen maar een fiets. Oké. Ja, dan wordt het moeilijk inderdaad. Of je moet met de trein gaan. Maar hoe kom je op Schiermonnikoog? Je komt er met de boot, dat is sowieso. Maar stap je dan op Den Helder op de boot? Of? Nee, Lauwersoog. Lauwersoog, waar is dat? Want, dat is boven Groningen. Boven Groningen, helemaal in Groningen? Ja, boven Groningen. Okay. Nou, het ligt in Friesland volgens mij. Lauwersoog Groningen. Ja, ik heb best wel goed topo geleerd vroeger, in rode school. Ik neem het zo van jou aan, hoor, want ik zou het echt niet weten. In ieder geval, als je met openbaar vervoer gaat, dan neem je een bus vanuit Leeuwarden of vanuit Groningen. Dan kan je gewoon met de bus naar Lauwersoog. En als je met de auto gaat, moet je parkeren in Lauwersoog en dan ga je met de boot. En dan zijn daar allemaal bussen die klaarstaan om je te vervoeren, want je mag je auto niet meenemen naar het eiland. Oké, en je gaat in ieder geval dit jaar dat weer doen? Ja, dat is 11 juli en 12 juli. 11 juli en 12 juli op Schiermonnikoog. En dan is het in een strandpaviljoen. Ja. Oké, dat is in ieder geval overdekt. Ja. Ja, dat was de bus natuurlijk ook. Ja, dat was de bus ook. Ja, dat is wel grappig in een bus optreden. Ja. Dat was heel leuk, heel apart. Ja. Heel klein en intiem. Oké. Ja. Ik ga je vragen om nog een mooi intiem nummer te spelen voor ons, als je dat hebt. Ja, kun je de titel noemen en waar het over gaat, Annette? Ja, het liedje heet What I Really Am en het liedje gaat over wat ik werkelijk ben. Everywhere I go, you keep an eye on me.
see. I know there's emptiness beyond you and me, but I swear my heart is beating me every minute that I am living. Now truth is just another word to satisfy your restless, obsessed mind. Klanken van Annette Vogel, begeleid door Janet Vink op viool. En Annette, ik ga langzamerhand naar de klok van 2 uur, zie ik hier. Ik ga in ieder geval jou een heleboel succes toewensen met de muziek die je maakt. Dankjewel. Dat geldt natuurlijk ook voor Janet Vink, jullie beiden. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga in ieder geval noemen waar je te vinden bent op het net. Dat is, als het goed is, www.annettevogel.nl. Ja, annettevogel.nl. Annettevogel. Met dubbel N en dubbel T, annettevogel.nl. Op Facebook ben je ook te vinden? Ja, Annette Vogel. En dan verschijnt vanzelf wel ergens een fotootje van mij op een duim met een gitaar. Oké. Okay. Misschien ook. En dan op YouTube ben je te vinden. In ieder geval kunnen mensen daar, als ze Annette Vogel intoetsen, meerdere video's zien, dat klopt. Ja, heel veel. Ik heb heel veel verborgen, maar ze komen toch tevoorschijn. Ja. Waarom verbergen ze dan? Nou, er zijn ook er zitten heel veel filmpjes bij eigenlijk om te sturen naar medemuzikanten die dat dan even graag willen zien hoe ze een bepaald liedje moeten spelen. Ja. Ja, ik zou het gewoon openbaar gooien. Dat moet je gewoon doen. En nou ja, in ieder geval op 28 juni heel veel plezier en succes met de cd-presentatie. Ja, volgende week zijn we hier weer in Almere. In Almere, toch? Ja. Precies. En dan zijn jullie ook te zien bij Anno, het Sing Songwriter Festival bij Anno aan de Grote Markt 121. Ik ga je vragen om een laatste nummer te spelen. Gaat dat lukken? Ja, het gaat lukken. En dat heet False Identity. You go to school every day, but I know you rather stay in a little dark and bar, play your songs on your guitar. Somehow, someday, they will take you away to the places you really wanna be. So you act
like an idiot, and you know this isn't really you. But somehow, someday, they will take you away to the places you really wanna be. Oh, love, oh, 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 and is this really me? Another lose my fool's identity. Yeah, oh, is this really me? Wederom de klanken van Annette Vogel, begeleid door violiste Jeannette Vink. We gaan zo dadelijk gaan we naar het nieuws van 2 uur met Music Magic. En we gaan, daarna gaan we in het 2e uur van start met een interview en met muziek, live muziek van singer-songwriter Nienke Botma. Die komt uit Alkmaar en die komt hier straks ook live wat spelen. Annette, ik wens jou een hele goede reis naar huis toe. Dankjewel Ron, en jij ook bedankt dat je dit allemaal zo doet. Ik vind het heel mooi wat je doet. Graag gedaan. En Jeannette Vink ook, een goede reis naar huis. Dankjewel. Oké.